versimpelen moet ik zeggen, excuseer. Ja, de discussies kunnen weer losbarsten, maar laten we daar nog even mee wachten tot maandag bijvoorbeeld, want langer zullen ze niet wachten als het vanavond al niet gebeurt. Laten we gewoon tevreden zijn dat we twee toppers in dezelfde categorie hebben. Zo is dat. De Duitsers bijvoorbeeld ook in de categorie tot 66 kilogram. Europees kampioenen Wansar, vice wereldkampioenen dan wel met Anja van Rijkowski. En wij Europese kampioenen en een bronzen medaillewinnaar op de wereldkampioenschappen in dezelfde categorie. Wat een luxe. En opvallend misschien toch ook om even aan te geven, terwijl toch even zeggen ook dat dit de kamp is tussen Vazagashvili met de witte gordel uit Georgië en Hernandez uit Cuba met de rode gordel om de bronzen medaille in de categorie tot 65 kilogram. Ik denk dat het misschien toch wel niet onbelangrijk is om te vermelden dat het eigenlijk een medaille is door iemand gehaald die volledig naast Jean-Marie de Dekker werkt. Terwijl Jean-Marie de Dekker altijd gezegd heeft, ik maak de medailles met mijn ploeg. En nu is het iemand die er compleet naast werkt, zelf een beetje tegen is ingegaan. Ja, dus dan moet je wel dubbel zoveel moed opbrengen. Om die strijd aan te gaan. Waarmee ook bewezen is in België dat je naast Jean-Marie de Dekker medailles kan maken. Ja, vooral omdat het toch altijd de judoka zelf is die de medaille maakt. En, er zijn nog meer capabele mensen in België dan onze welgekende coach. Waarmee we voor alle duidelijkheid niets van zijn verdiensten zeker willen afdoen. Niet. Zeker niet. Maar het wordt boeiend. En het is boeiend. Deze kamp voorlopig nog niet echt opwindend. 1 minuut en 20 seconden. En we krijgen na deze kampen nog 4 finales. En met een beetje geluk zijn die afgelopen voor 6:30. Maar de tijd van een kamp hebben we niet echt in de hand. Dus we zullen afwachten of we ze allemaal halen. Maar we krijgen nog 3 opwindende finales met Fransen en met een waanzinnig publiek. Neemt u dat van mij aan. En hier ziet je ondertussen dus Hernandez, de Cubaan, de bronzen medaille van Atlanta. Die op voorsprong staat tegen de moeilijk te bekampen Georgiër. Omdat hij zo laag eronderin duikt altijd. Hij staat voor met een Judo. Nog 2 minuten en 47 seconden. En Hernandez heeft een goede controle boven. Is echt hetgeen hij moet doen tegen die gevaarlijke Georgiër. Stevig vastzetten, waardoor hij ook veel meer moeite ondervindt om eronder in te duiken. Hernandez heeft ook veel ervaring. Hij was al bronzen medaille in Barcelona, dan weer in Atlanta. Een zeer mooi palmarès. En al is een 5e plaats, 4 jaar geleden op een wereldkampioenschap. Dus hij zal nu wel een medaille winnen, willen. Ja, maar de Cubaan dus op voorsprong. Dat Georgiër bestraft is in het begin van de kamp al. Voor passiviteit, ja. U ziet hoe hij stevig in de nek vastpakt. Weer die gevaarlijke beweging toch van die Georgiër. En hij neemt houtgreep. En een houtgreep van Vazagashvili. En dat is zeer speciaal voor hem, want die doet dat normaal nooit. Er wordt zelfs van gezegd dat hij... Hij klopt af, de Cubaan heeft afgeklopt, scheidsrechter heeft dat niet gezien. Het is een wurging zelfs. Ik denk het ook. Ja, ja, het is, allee, ja, heeft volgens mij heeft hij afgeklopt.
Ja, ik denk dat hij nu er meer mee zit, dat hij er gewoon niet uit geraakt. Ik dacht dat hij afklopte. Ja, kan wel. Dit is gewoon gedaan, hè. Dat moet de scheidsrechter toch zien. Heeft zich geblesseerd ook blijkbaar. Ja, hij is op zijn hoofd terechtgekomen, wegens die lage beweging van de Giorgi. Hoewel die beweging mislukte, want hij heeft die gewoon verder doorgedraaid op de grond en dan vastgepakt in houtgreep. Maar ik heb de Giorgi nooit met een houtgreep weten winnen. Hij scoort altijd rechtstaande. Zo ziet u, zijn we getuigen van een historische gebeurtenis. Vazagashvili wint voor het eerst met een houtgreep. Dat is ook welkom natuurlijk. De medaille is er. En Vazagashvili met het brons. En de speciale kerel die medailles haalt in de min 60, de min 65 en de min 71 op het hoogste niveau. Dat is ook wel uniek. Zeker als je van laag naar hoog en dan naar het midden gaat. En hij is precies nog steeds een beetje ontgoocheld voor zijn verloren halve finale daar. Tegen Ben Boudaoud. Hier gaan we te zien krijgen. Zij haakt achter. Oh, daar op valt het hij hoofd. Echt. Ja, ja, ja. Dus er was geen score. Hij valt direct op het hoofd. En ik denk daardoor dat hij een beetje groggy was. Want hij liet zich te simpel op de grond omdraaien veilig. Het was dus ook een heusje smak hoor. Ja, een fameuze knal. En dan, want normaal uit deze positie kan je je partner niet meer omdraaien. Hij doet het wel, maar ziet dat hij een beetje groggy is, die Cubaan. En dan simpel in te pakken. Dat is wel, Kijk, en ik denk dat daar de Georgiër, ik weet niet of we te zien krijgen, gaat afkloppen. De Cubaan. De Cubaan liever. Ja, ja, kijk, daar klopt hij toch wel af. Doet hij zo'n teken. Ja.